Yeah. Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde. Met viroloog Pierre Van Damme en met Isabel Albers van de Tijd. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Uh, allemaal. Goedenavond, mevrouw de minister. Ja. Nog maar net minister en zeker nog niet lang in functie en al een eerste moeilijke vergadering achter de rug. Het heeft veel langer geduurd dan we allemaal dachten en gepland hadden. Waarom eigenlijk? Wel, het is natuurlijk zo dat er een aantal moeilijke beslissingen genomen moesten worden. Het um, virus kent een uh, zeer grote opmars. Um, Sommigen zouden ook wel zeggen een ongeziene opmars, hè, als we het vergelijken met de uh, statistieken van uh, maart en april. En natuurlijk moet je dan moeilijke beslissingen nemen. En um, zoals elke moeilijke beslissing moet die, wat mij betreft, wel overwogen worden, um, zijn er voordelen en tegens, uh, moeten er bepaalde wetenschappelijke onderbouwingen zijn. En dat was voor de vergadering van vandaag niet anders, natuurlijk. Maar er wordt gezegd dat het blokkeert. Op de horeca, het al dan niet sluiten van de horeca, klopt dat? Dat was een moeilijke beslissing. Ik zou het niet blokkeren noemen. Ik denk dat het fair en ook wijs is dat iedereen zijn idee daarover kan geven. Er zitten ook veel mensen aan tafel: vertegenwoordigers van de regio's, de coronacommissaris, de politie, de directeur van het crisiscentrum was ook aanwezig. Dus het is goed dat iedereen zijn idee daarover kan vormen en dan ook kan delen. Dat er geluisterd wordt naar elkaar en ja. dat er dan op basis van die ideeën en die inzichten een voldrage beslissing genomen kan worden. Maar de kloof lag tussen Vlaanderen en Wallonië, die andere visies hadden, op al dan niet openhouden van de horeca. God, ik zou dat zo niet durven samenvatten. Nee? Ik denk dat het uh, geen uh, regionaal, geen federaal uh, verhaal was. En ik zou het debat reduceren als je het uh, tot die uh, opdeling zou, uh, zou opsplitsen. Ja. In elk geval, mevrouw Albert, goedenavond. Scholen blijven open. En bedrijven kunnen blijven functioneren met enige voorwaarden. En dat was toch belangrijk, niet? Ja, ik denk als je. Prioriteiten moet kiezen dat het openhouden van de scholen dat dat wel de juiste beslissing was. Zowel medisch als maatschappelijk. Want uh, zet alle kinderen thuis. Uh, 15, 16-jarigen die thuis zitten, die gaan niet op hun kamer blijven. Dus misschien voor de verspreiding van het virus is het nog de beste zaak dat het in een gecontroleerde omgeving in school kan gebeuren. En bovendien zou de maatschappelijke schade voor die kinderen uh, toch wel zeer groot zijn. Hè. We hebben een studie gezien uh, die Christophe de Witte gedaan heeft uh, in juni, waar 12-jarigen al met een paar maand geen school lopen, toch een aanzienlijke leerachterstand ja. hadden. En dit nu opnieuw laten oplopen, ja, dat is een hoge maatschappelijke ja. prijs. Ja, um, goedenavond, meneer Van Damme ook Hoor ik, dat sluit dus één maand, wordt geëvalueerd na, na twee weken. Goede beslissing. Ik denk een heel moeilijke beslissing en ik denk ook dat dat daarom zo lang geduurd heeft. Omdat enerzijds je wat structuur brengt in de maatschappij met cafés en horeca. Het is ook een stukje sociaal weefsel dat je behoudt en dat gaan we nu een maand sluiten. Dus ik denk dat dat een zeer zware beslissing is. Dat komt ook zwaar aan binnen de horeca. Ik denk ook binnen de gemeenschap. Anderzijds weten wij ook dat dit is een plek is waar je zonder mondmasker rondloopt waar je toch wel misschien verleid wordt om niet altijd midden uw bubbel binnen te gaan. Ja. Uh, dus dit is een manier om toch te zeggen van kijk, wij gaan nu die strenge maatregel nemen, maar het is niet de enige maatregel. Dus het is een racem van ja. maatregelen, dus het is een en-en-en verhaal. Maar de horeca wordt hier zwaar aangepakt en zal ook moeten gesteund worden, want we weten, anders gaat dit ook... Serieuze schade teweegbrengen. Ja, en dat blijkt ook zo te zijn. Vlaanderen neemt een, een, een maatregel. Maar het is ook zo. Vlaanderen, of de Vlaamse regering, wou die horeca op een andere manier behandelen. Wou niet alles sluiten. Ja, die wilde liever toch uh, beperkt openhouden, zeker de restaurants. Men heeft uiteindelijk gekozen om uh, een maand lang uh, restaurants en cafés. Dicht te doen, maar wel te compenseren. Dat is natuurlijk bijzonder wrang voor al die restaurants, al die restaurateurs die geïnvesteerd hebben in plexiglas, waar de maatregelen ongelooflijk goed worden nageleefd. Uh, je ziet eigenlijk uh, ja, dat het wel behoorlijk goed functioneerde. En wat ik ook wel wrang vind, is dat we in ons land nog altijd niet weten waar. De besmettingen juist plaatsvinden. Een en of aantal, ze in de horeca een aantal landen zijn daar al veel verder in gevorderd. Ja. En we weten dus niet of die restaurants wel zo'n grote haard van besmetting zijn. En dat is toch wel wrang voor uh, die sector. U zat ja te knikken. U wou die horeca ook beperkt openhouden? Wel, ik denk dat dat eigenlijk de wens was van iedereen. Hè. Niemand wil hmm. dit soort drastische maatregelen nemen. Iedereen is zich er degen bewust van de impact op de economie ook, op uh, effectief de inspanningen dat de horeca gedaan heeft de laatste weken, maanden, om een uh, corona-veilige omgeving te creëren. Uh, ook op de, het engagement en de passie waarmee dat heel veel mensen binnen de horeca hun, hun uh, dagdagelijkse activiteiten voeren. Dus niemand vond dit leuk. Uh, het is natuurlijk zo dat we samen een aantal prioriteiten uh, gedefinieerd hadden, zoals het onderwijs. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen naar school kunnen blijven gaan. Zoals de zorg. Hè. Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe veel druk dat er op de zorgverleners de laatste weken maanden geweest is. We kunnen niet hebben dat reguliere zorg opnieuw in het gedrang wordt gebracht door een aantal andere activiteiten. Maar als en... niemand het wou, wat is dan de doorslaggevende factor geweest om het dan toch te doen? Wel, um, ik denk dat we met z'n allen al geleerd hebben, en ik heb dat de laatste dagen en weken ook geleerd, dat er geen exacte wetenschap bestaat over het virus. We hebben al heel veel geleerd, we kijken naar het buitenland, we, we, uh, we weten niet precies um, waar dat besmettingen zich voordoen. Er zijn een aantal statistieken, er zijn uh, vermoedens, uh, er zijn uh, onderzoeken die daar verder naar gevoerd zullen worden, maar niemand kan exact zeggen waar het virus um, en hoe het virus uh, zich, zich uh, verspreidt en binnen welke omgeving het zich het sterkst verspreidt. En dus moet je een aantal um, maatregelen nemen die, naar ik begrijp, nooit perfect zullen zijn. We moeten daar keuzes in maken. Het virus is niet eerlijk, dat is al een aantal keer gezegd. De maatregelen zijn dat dus ook niet. Maar om die prioriteiten te kunnen garanderen hebben we geprobeerd om een aantal andere dingen te doen. En ik denk, toch ook, en, en ik denk dat dat element zoals u zei, meneer Van Damme, over het sociaal weefsel, dat dat enorm belangrijk is. We mogen dat niet onderschatten. De zomer was mooi weer, het voorjaar was mooi weer, er komen donkere dagen aan. Er zijn heel veel mensen die eenzaam zijn, die alleen zijn. En dus moeten we ook proberen om dat nog maximaal mogelijk te maken. Vandaar dat we dat sociaal contact, dat nauw no contact, knuffelcontact, zoals het ook genoemd wordt, tot één mogelijk gemaakt hebben. En dat het ook mogelijk is voor huishoudens, voor gezinnen om vier mensen thuis uit te nodigen. En dat vier verschillende mensen om de twee weken. Dat is het ook niet min. We weten allemaal dat dat, dat, dat belangrijk is voor mensen, dat mensen Dichtbij willen zijn, dat mensen graag iemand zien, iemand spreken in, in, de, in de huishoudelijke sfeer. En dus dat is een afweging geweest tussen het wenselijke, het haalbare en, en, en wat de wetenschap maar je ons kan... vandaag vertelt. vandaag verteld. Hoe ga je dat controleren en is het niet een veel groter probleem dat mensen de maatregelen niet meer naleven dan dat de maatregelen niet streng genoeg waren? En als je daar niet gaat op werken, gaat ook gaan ook deze materialen een slag in het water zijn. Ja, want u bent minister van Binnenlandse Zaken. Handhaving zal uw probleem zijn. Er is ook een, een avondklok. Dat is relatief makkelijk te controleren. Maar er zijn andere dingen. Bijvoorbeeld, u spreekt over één nauw contact. Hoe ga je dat controleren? Er zijn natuurlijk dingen, we moeten daar ook realistisch in zijn, niet alles valt te controleren. Er is al zo vaak een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van mensen. Ik hoorde daar straks ook nog iemand in het journaal zeggen dat de mensen misschien eens in de spiegel moeten kijken. Zij die zich niet gehouden hebben aan de maatregelen, hebben nu misschien er wel voor gezorgd dat we vandaag staan waar we staan. Dus dat is belangrijk. Ik ga daar niet zo licht over, omdat ik vind dat het een collectieve verantwoordelijkheid is. Het virus... Het uh, verspreidt zich via de gedragingen van mensen. En als wij onze gedragingen niet aanpassen, dan gaat het zich blijven verspreiden en gaat het een probleem worden. En daarom is het natuurlijk zo: je moet ook niet alles willen controleren. Je mag ook rekenen uh, op de mensen en vertrouwen geven aan mensen. Er zijn ook heel veel mensen die zich wel gedragen hebben, die heel nauwgezet doen. Maar met, de, hen... met alle respect, vertrouwen geven. We sluiten de horeca, we leggen een avondklok op, we beperken tot één contact. Dat lijkt mij serieus beperkend uh, ten opzichte van, van iedereen die hiermee te maken heeft. Maar er is geen... Te verliezen. Hè? Als we de curve echt zien en vooral die verdubbelingstijd die nu naar Zes, zeven dagen gaat. Als je dat eventjes uitzet, dan zeg je van vroeg of laat zitten wij vast. Zitten wij vast met onze ziekenhuizen, met onze bedden, intensieve zorgen. En we willen vooral ook de andere zorg behouden. Dat wil zeggen de niet-covid-19-zorg. Dat is het grote verschil met maart, april. Als we dat willen doen, ja, dan moet je ongelooflijk korte maatregelen treffen. En de gemene deler van al de maatregelen is mensen uit elkaar houden. Of dat het nu op café is of op restaurant, of het is het aantal nauwe contacten, of het is op de werkvloer eigenlijk is vooral de boodschap die ik vanavond hoor van we moeten leren afstand houden van elkaar want dan gaan we inderdaad iets doen op die overdracht van de infectie en dat hebben we de voorbije maanden veel te weinig gedaan Maar we moeten dit is dat vooral, we moeten dat vooral in de, aan de hele bevolking kunnen duidelijk maken en daar terug draagvlak voor creëren was deze persconferentie een geslaagde oefening? Ik vond muziek. Ik vond dat uh, Alexander de Kro dat goed gedaan heeft. Uh, minister Van den Broeke heeft de uitleg uh, heel helder gebracht. Dus op dat vlak vond ik het hemel en aarde verschil met bijvoorbeeld de persconferenties, met de powerpoints die we maar niet te veel niet meer zullen herhalen. Maar dat is een persconferentie en daar kijkt een deel van de bevolking naar. Er is ook een heel deel van de bevolking die niet naar de afspraak op vrijdag kijkt en daar is het toch een heel groot probleem. En ik mag hopen dat men nu eindelijk eens een ja, dat men werkt op de motivatie van de bevolking en dat gaat niet komen van gewoon één persconferentie en dat men via andere manieren ook gaat communiceren. Ja, want ik wil nog even naar die handhaving uh, terugkeren. Er uh, worden bijvoorbeeld in Brussel veel minder PV's uitgeschreven dan in Vlaanderen. Je merkt dat terwijl de cijfers daar behoorlijk hoog zijn. Hè. Ze zijn vandaag in Brussel, of een paar dagen geleden bekendgemaakt, bijvoorbeeld in de gemeente Molenbeek, twee PV's. Terwijl het virus daar ook rond waart en mensen daar wel eens betrapt werden op een, een houding die uh, ja, eigenlijk niet klopte met de, de richtlijnen. Moet daar dan niet strenger op ingegrepen worden? Ja, uh, handhaving is belangrijk. Ja. Handhaving is belangrijk om uiteindelijk af te dwingen uh, wat we afgesproken met hebben met elkaar. En ook om die coronamoeheid tegen te gaan, omdat mensen het verschrikkelijk onrechtvaardig vinden dat zij zich houden aan de maatregelen en anderen niet. Um, het is ook daarom dat ik uh, als minister van Binnenlandse Zaken um, dat onmiddellijk heb opgevolgd, vorige week al, zowel met de lokale als de, als de federale politie, om uh, de maatregelen op te volgen. We hebben ook die prioriteiten afgesproken met elkaar. Um, we mogen maar toch niet vergeten dat. Gaat al... u ingrijpen bijvoorbeeld? over te in Brussel en zeggen meer meer pv's. We hebben meer... absoluut opgeroepen om dat om te handhaven en de opvolging van de maatregelen te verzekeren. Uiteraard is er het vermanende optreden en dan het uh, optreden met pv's. Er zijn meer dan 135.000 pv's tot op heden uitgeschreven. Dus laten we dat toch niet onderschatten. Dat is een heel aantal. Als we dat vergelijken met onze buurlanden, is dat veel meer. Dus de politie doet alles wat ze kan uh, om op maar, het terrein te zijn, om op te volgen. Maar de verschillen en... tussen de plekken vallen ja. op. Hè. Tussen de, het is de, toch de... God geklaagd dat men in Brussel. Zo lang alles vrij zijn, lang zijn gang heeft laten gaan. En nu zie je dat heel het land, de hele bevolking van jong tot oud, zich aan heel, heel strikte maatregelen terug moet houden. Terwijl een aantal weken geleden het zonneklaar was dat het probleem echt in Brussel heel groot was. Er zijn amper pv's. In bepaalde wijken uh, ja, is het donker, donker, donkerrood. Daar heeft men. Ja. zien ze echt veel te weinig gedaan, met alle gevolgen van die. In Antwerpen heeft men dat in augustus wel gedaan, in Brussel heeft men dat nageleefd. Mag ik er nog een argument aan toevoegen dat misschien rond die horeca ook een rol gespeeld heeft? Kijkt u even mee naar de kaart van uh, de besmettingen en dan zie je dat er echt wel een taalgrens uh, loopt. En dat Franstalig België, zeg maar Wallonië op dit moment, maar een stuk ook uh, Brussel, ja, veel donkerder kleurt dan Vlaanderen op, op dit moment. Ja, dat speelt ook een rol, hè? Dit is van een paar dagen geleden, denk ik. Want ondertussen is dat in Vlaanderen. Dan heb je de as Brussel-Antwerpen, die ook al donkerder begint te kleuren. Dus dit zijn natuurlijk momentopnames. Maar inderdaad, er is een verschil. En dan moet je ook gaan ingrijpen. Ik denk, met die, um, met die boetes ga je zeker niet het draagvlak verhogen. Dit is inderdaad tussenkomen en duidelijk een signaal geven van wat kan en wat kan er niet. U zegt het niet het, het draagvlak ver vergroten. Nee, het draagvlak ga je vergroten door net uh, te zorgen dat je ook... De motivatie van de mensen op een andere manier gaat aanpakken. En dat is voor een stuk iets dat we misschien tot hier toe te weinig gedaan hebben. Dat is inzetten op een bottom-up communicatie. We gaan dat echt moeten doen, heel actief, en ik weet dat deze regering daar echt een taskforce voor aan het oprichten is. Maar dat is heel dringend. Je kan nu zeggen van we hebben een aantal strenge maatregelen. Je gaat dat alleen maar volhouden. En zeker na die maand, met een heel ja. goede communicatieplan. En zeggen van kijk, die week gaan we op daarop zetten. Dat is het thema van de week erop. Telkens, inzetten op. Heel specifieke, ik zou zeggen, op maat van leeftijdsgroepen, op maat van culturen. Ik denk dat ik het hier zelfs bij u gezegd heb en bij uw collega's van ter zake. Dit moet absoluut dringend mm -hmm. gebeuren. Even dringend als de maatregelen, is nu inzetten op die ja. tailored communicatie. Maar dit is toch echt het drama van ons land? Dat we, wanneer is het virus, heeft het virus hier beginnen in huishouden? In maart zijn we naar een lockdown gegaan en nu zegt u, kijk, deze regering is nu een taskforce aan het oprichten om te beginnen met bottom-up communicatie. Hoeveel maanden nadien zijn we? En we hebben zoveel maanden verloren laten gaan om ons voor te bereiden op die tweede golf waarvan dat iedereen zei in het najaar zouden we wel eens terug een opflakkering kunnen krijgen. Klopt. En nu moeten we beginnen met een taskforce die een bottom-up communicatie gaat doen. Heeft deze kaart een rol gespeeld in de discussie van de horeca, denkt u? Zoals u ze gezien hebt, dat men aan frans zijde veel meer geneigd is om te sluiten. De druk ook, Frankrijk, wat Macron gedaan. Ja, Dat is ook de informatie die wij kregen, maar wij zaten niet bij de discussie. En mevrouw even de minister, minister wel. Dus Nederland zij zegt: Het een impact het... hebben op de situatie in Vlaanderen. Ik denk wat belangrijk is: we moeten niet wachten tot het probleem zich stelt. Maar het moet eigenlijk proactief handelen. Als Vlaanderen momenteel iets meer zuurstof heeft dan Wallonië, dan denk ik dat het minstens even belangrijk is om daar in de twee landsdelen te schakelen. Echt te ja. schakelen zoals het moet, om daar een beetje tijd te winnen. Want anders gaan we zeggen in Vlaanderen. we gaan pas reageren als er een probleem is. Ja, ja. dit is ook weer te laten worden. Telkens ingehaald door die infectie. Maar deze realiteit heeft toch gespeeld vanmiddag tijdens de vergadering? <laughs> uh, je heeft die vraag al gesteld en ik, ik ga daar geen ik ik uh, uh, antwoord op geven. Uh, Uiteraard hebben de regio's de belangen van de regio's behartigd. Hè. Dat, dat, dat hoort ook zo en ik denk dat dat niet verrassend is. Maar u mag er echt geen uh, Waals-Vlaams uh, debat van maken, want dat zou te eng zijn voor de, de rijkheid en ook de verschillende standpunten die daar zijn uitgewisseld. En als ik nog even mag misschien terugkomen op die communicatie. Ik ben natuurlijk vijftien uh, of vandaag 16 dagen uh, in mijn functie, dus ik kan niet uh, al het water dat intussen naar de zee gestroomd is uh, terughalen. Maar het is wel zo, en dat is heel belangrijk, dat was ook een... een eensgezind standpunt dat bij de aanduiding van Pedro Facon vorige week als uh, coronacommissaris er ingezet is, ook op die communicatie. Dus hem is de uitdrukkelijke opdracht gegeven om over de um, maatregelen goed te communiceren en niet met één algemene generieke informatiecampagne, maar wel doelgroepgericht, zoals u ook zei, um, meneer Van Damme, met uh, moderne communicatie, social media, filmpjes, um, in allerlei verschillende toonaarden, precies om ervoor te zorgen dat mensen begrijpen dat dit belangrijk is, dat ze het misschien niet voor zichzelf moeten doen, omdat ze jong zijn en dynamisch en dit virus wel te baas zullen kunnen, maar wel omdat ze het moeten doen voor de juffen en de meesters, voor de leerkrachten, voor het verplegend personeel, voor de huisartsen, voor iedereen die zich echt de ziel uit zijn lijf loopt om ervoor te zorgen dat we het virus baas kunnen. En daarvoor moeten we het doen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit kunnen we niet overlaten aan een geïsoleerde groep van mensen die zich wel met het virus zullen bezighouden. En die communicatie is essentieel. En ik hoop en ik durf ook wel te geloven dat we daar de volgende dagen echt meters in gaan kunnen maken. U bent uh, nieuw als minister van uh, Binnenlandse Zaken. Geen spijt al uh, als u hebt meegemaakt <laughs> vandaag bijvoorbeeld en de afgelopen dagen in wat een rollercoaster u terecht gekomen bent? Nee, ik heb, uh, ik heb helemaal geen spijt. Heeft uh, u lang moeten het, uh, nadenken toen uh, men het u vroeg? Wel, uh, ik heb niet lang moeten nadenken want ik heb niet lang kunnen nadenken. Hè. Er was niet veel tijd om na te denken. Uh, ik heb helemaal geen spijt. Het is natuurlijk een gigantische uitdaging. Hè. Het is uh, niet alleen een departement dat uh, 24 op 7 actief is. Maar met die coronacrisis komt er natuurlijk een hele uitdaging bij. Maar zoals ik al eens gezegd heb, dit is ploegsport. En er is een enorm sterke administratie. Er zijn hulpdiensten, politiediensten, die goed gerodeerd zijn, die weten wat ze doen. Ja. Die mij ook adviseren. Ook binnen de partij zijn tal van experten aanwezig. Dus ik kan, ik kan ervoor zorgen dat ik dat in een team kan doen. En dat we op die manier samen een positief verhaal kunnen maken. En ik denk dat veel mensen hebben mij de vraag gesteld: van, ben je nu wel zeker? En is dat wel echt iets wat je wil doen? Ja, want u was advocaat, hè? Dat klopt, ja. Inderdaad, In een ja. stevig bureau, verantwoordelijk voor heel Europa, is mij gezegd. Eigenlijk een hele hoge job. Waarom laat iemand dat staan om minister van Binnenlandse Zaken te worden <laughs> en waarschijnlijk een flink stuk minder te verdienen? Wel, geld is niet, is niet belangrijk. Daar, daarvoor doe je iets niet. Ik denk dat ik een maatschappelijk engagement had. Ongeveer twintig jaar geleden heb ik voor het eerst aan verkiezingen deelgenomen. Dat is altijd gebleven. Ik heb dan mijn focus meer gelegd op de advocatuur en op mijn professionele activiteiten. Maar dat is gebleven. En op het moment dat je die vraag krijgt en dat je weet dat de wereld, maar ook België en de maatschappij in een belangrijk momentum zit. en dat je voelt dat je positief een, een, een steen kan verleggen, dan, dan twijfel je niet. Dan ga je ervoor. En dat is, vind ik, dat is zo Zowel in de partij is er natuurlijk een momentum als ook in, in de regering. U heeft het daar straks gezegd, mevrouw Alpers, er is... Uh er is een momentum, er is een positieve sfeer. Ik merk ook echt persoonlijk dat de wil er is om er samen iets van te maken. Ik denk dat we dat momentum ook niet kunnen missen. Hè. Ik spreek niet zo graag over de laatste kansen. Maar ik geloof wel dat we het verschil kunnen maken. En dat we misschien de politiek een nieuw gezicht moeten geven. Dat we ervoor moeten zorgen dat we niet gaan spinnen en fikvakken. En ons bezighouden met, met debatten die de mensen niet aanbelangen. Die ook irrelevant zijn voor mensen. En dus als je daaraan kan bijdragen, dan moet je niet twijfelen, denk ik. Was u verrast? Kennen u haar? Ja? Ik kende haar naam van het Arco-dossier uh, als advocaat. Ze heeft als advocate voor, uh, in het Arco-dossier opgetreden. Maar ik vind het een enorme verrijking voor de politiek dat iemand met ervaring van buitenaf en toch met een uh, redelijk indrukwekkende carrière, toch die stap zet. Dus dat denk ik is een tour de force van Joachim Koens, dat hij haar heeft kunnen overtuigen om dat te doen. Alleen, we zitten in de grootste crisis. Ja, wij zijn allemaal van na de oorlog, dus sinds die we ooit meegemaakt hebben, zowel de gezondheidscrisis als de financiële crisis. Je zal geen tijd hebben voor leergeld en er zijn toch bepaalde wetmatigheden in de politiek die je ook gaan, gaat moeten leren. En ik hoop voor minister Verlinden dat ze die blik van buitenaf, die ze nu in de advocatuur en met heel veel dossiers wel heeft opgedaan, dat ze die wel zal behouden in de politiek, maar ze gaat heel, heel wel wel die politieke ja. wetmaatigheden moeten leren want u vroeg 100 dagen ja die krijgt u niet nee. hè we nee, zijn, denk ik, tien dagen later na dat interview. waarin u honderd dagen vroeg. en kijk, hier zit u dan toch maar. Ja, uh, noodbreekt wet. zou een cliché zijn om, om te antwoorden. Um, er zijn natuurlijk heel veel uitdagingen. ook op het, uh, op het uh, departement. Uh, bij de politie, bij de hulpdiensten. er zijn een aantal duidelijke vragen. Ik heb ook al heel veel mensen gezien. Uh, en, en ik heb heel veel uh, gehoord al. ik heb goed geluisterd. Uh, ik heb geprobeerd om geen beloftes te doen. Die, uh, die je niet kan nakomen. Dus daar zal uiteraard nog een verdere kennismaking. En en opbouw van die dossiers uh, mee gepaard gaan. Maar corona laat niet op zich wachten. Hè. En dan moet je uh, de handen aan de ploeg slaan en dan moet je ervoor gaan. En ook daar ben ik niet alleen. Hè. De, de, de directeur van het crisiscentrum, uh, alle andere ministers, uh, mijn collega's, uh, CDV-ministers in de federale regering, in de Vlaamse regering, die toch ook al heel wat kilometers op de teller hebben. Maar u weet, dat... binnenlandse zaken, dat is gebeurtenissen, gebeurtenissen, gebeurtenissen. Hè. Dat kan je gewoon niet voorspellen. Morgen kan er iets gebeuren in de hele de wereld ziet er anders uit. Het is nu al uh, zo. Bent u daarop voorbereid? Ik ben daar zo goed als mogelijk op voorbereid, ja. Events, my dear girl, zou we dan zeggen, in ja, plaats inderdaad. van my dear boy. Events, events. Ja. Ja. En uw voorgangers, Jan Jan Bon en Pieter de Krem, hadden toch wel een heel bepaalde stijl. Zeker Pieter de Krem werd een beetje gezien als, ja, werd wel eens de sheriff uh, genoemd in zijn aanpak. Gaat u die overnemen, die stijl? Ik denk dat het nooit verstandig is om te proberen iemand te kopiëren. Want het origineel is altijd beter dan de kopie. Dus ik ga proberen mijn eigen stijl te ontwikkelen. Ik vind dat ook belangrijk. Zoals mevrouw Albers zei, ik kom niet van in de wetstraat de afgelopen jaren. Ik denk dat het goed is om die frisse blik mee te nemen. Maar met heel veel respect voor de ervaring en voor de senior expertise die ook opgebouwd is. Ja. Dus ik, denk dat ik, ben, ik ben een absolute voorstander van het idee van een pater familias. Dus ik denk dat dat belangrijk is dat, dat je ervaring. Die zijn opgebouwd, uh, onder meer ook door uh, Koen Geens en, 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 en Pieter de Krem en, en, en ook Nathalie Muilen, dat je die niet aan de kant moet zetten. Hè. Je moet het warm water niet uitvinden over de dingen die helder zijn. En bij wie gaat helpen. u dan aan? Uh, ik heb heel veel goede mentoren en uh, ik moet ook zeggen, ondanks koen, koen wat er Geens, allemaal. Wat liet, uh, liet u vallen als naam? Is ik dat? heb nog les gehad van Koen Geens, dus ik ken hem al uh, een tijd lang. Uh, hij is natuurlijk uh, een bijzonder voorbeeld. Um, maar um, ik, ik ga proberen mijn eigen stijl te ontwikkelen. Um, en, uh, maar daarbij gebruik maken van, van wat ja. er beschikbaar is, dus. is, het, is. Zie je nu binnen de regering een paternal uh, de, de, de meest voor de hand liggende persoon zou Frank van den Broeke zijn, ja. denk ik, om, uh, om als antwoord te geven op, uh, op die vraag. En hij, hij, uh, hij speelt die rol ook, ook. Hij heeft natuurlijk enorm veel ervaring. Mm -hmm, ja. Maar de uitzagingen die we kennen vandaag zijn voor iedereen nieuw. Hè. Dus, uh, dus de pater familias is Frank van den Broeke en de eerste minister is Alexander de Croo. Moet dat niet de eerste Wel, minister u, zijn? U, uh, u vat mij nu samen. Ik heb dat zo niet willen zeggen. Ik heb geantwoord op een ja. vraag. Uh, maar um, het is duidelijk dat er um, heel veel goede willen zijn um, voor de u dat uh, wil, wil meenemen. Ik heb dat ook al ja. persoonlijk ervaren. Er is echt een collegialiteit en, een, en de wil om constructief iets te veranderen. Misschien om ook wel een césure te maken met het verleden en het nu anders te doen. En het kan anders, denk ik. Ja, maar. C'est le ton qui fait la muziek. En dat is goed. Die nieuwe ploeg komt verfrissend aan de dag. Maar er zal toch op het eind van de rit een reality check zijn. Hè. Is de muziek goed? Absoluut. Uh, we ja. staan toch. Op bijzonder moeilijke weken op vlak van de gezondheidscrisis en dan komt er een economische crisis achter die we niet gezien hebben het aantal faillissementen blijft nu nog vrij beperkt maar die gaan met de zekerheid die je nu al hebt die gaan zeker de hoogte ingaan we hebben een begrotingstekort dat mogelijk oploopt tot 50 miljard een beetje afhankelijk van hoe hard die semi-lockdown nu weer de economie zal vertragen dus ja, dat zijn toch ongeziene omstandigheden. En ik wens elke nieuwe ploeg uh, uh, krediet te geven. Maar we gaan geen periode van leergeld ja. mogen hebben. Ik heb nog een laatste vraag voor u in, in dit hoofdstuk, als ik het zo mag zeggen. U komt uit het bedrijfsleven. In, in het parlementaire debat heeft geloof ik 17 uur geduurd. Hoe kijkt dan iemand die van buiten de politiek komt tegen deze democratische ja, moet ik dat dan noemen, gewoonte aan? Nou, um, ik ben uh, gewoon om lange dagen te maken. Hè, dus uh, het aantal uren, uh, dat is geen probleem. Um, ik denk dat het belangrijk Vindt is dat we naar efficiënt? elkaar kunnen luisteren. Vindt u het luisteren. efficiënt op die manier werken? Um, Wel, ik, ik, uh, ik denk dat het belangrijk is om te luisteren. Ik denk dat het belangrijk is dat een ieder zijn visie uh, kan delen. We staan aan het begin van een, um, van een regeerperiode. Um, en het is ook goed dat daar ook ernstig geluisterd wordt naar de oppositie. Hè. Um, ik denk dat we weg moeten van het idee dat uh, al wat de ene of de andere zegt per definitie... Uh, onjuist of irrelevant is, omdat het uh, de oppositie is. Um, dus ik vond dat een uh, leerrijke ervaring, een boeiende ervaring. En, um, ik heb mij ook laten vertellen dat dat niet elke week zo is. Um, en het is natuurlijk ook belangrijk dat mensen goed voor zichzelf zorgen, zeker in deze tijden waar je weerstand nodig ja. hebt. Dus, uh, 17 uur vergaderen is dan niet echt goed voor jezelf zorgen? Dat was allemaal op corona veilige afstand uh, en okay. uh, daar is goed voor ons gezorgd, kan ik je verzekeren. Maar uh, het is misschien wel goed dat dat niet elke week uh, 17 uur aan een stuk duurt. Ja. Goed, we Ondergaan de chroniek van een aangekondigde coronapiek, zal ik het al maar noemen. Hè? Verschillende experts onder, onder wie u waarschuwen er al weken voor en voelen zich ook gefrustreerd omdat ze eigenlijk niet gehoord wordt, heb ik begrepen. En intussen tonen de cijfers aan dat we volop in die tweede golf zitten. En dus werpt de vraag zich op: hadden we die eigenlijk niet kunnen vermijden, die tweede golf? Het aantal coronabesmettingen in ons land neemt hand over hand toe. We zitten nu aan bijna gemiddeld duizend besmettingen per dag. Als we naar alle parameters kijken, zitten we vandaag niet in een alarmfase. Dus ontegendeel wat men zegt, zitten we niet in een alarmfase. Vandaag niet. Nee, uiteraard. En zoals ik in het begin heb gezegd, dat virus circuleert nog altijd. Dus we moeten voorbereid zijn voor het, het geval dat het echt zou stijgen. In je dagelijkse leven kunt u alle mensen zien die je wilt. Alle mensen... Maar het is waar, er zijn condities. Is het het moment om zulke versoepelingen of verduidelijkingen. noem het zoals je wil, nu door te voeren? Ja, dat is natuurlijk een retorische vraag. En opeens versnelt het virus weer. en schiet het aantal besmettingen omhoog. Met name in Brussel is de situatie vergeleken met andere plekken. in binnen- en buitenland zorgwekkend. Het uh, is mal géré. Het blijft altijd een cafouillage. Ja. ja, het is klaar. Ik word daar zeer boos over, omdat we dit drie weken geleden al hebben gemeld aan de overheid dat dit ging gebeuren. Ja. En we zijn uh, eigenlijk, en dat is de frustratie van mijn medewerkers en van mij en van vele collega's: het, het, het dringt precies niet goed door dat uh, je niet, je hebt geen tijd. Jemé ja, Van Damme, Mark Van Ranst uh, heeft daarnet vanavond op VTM gezegd we hadden hier nooit in mogen belanden in die tweede golf. Akkoord? Ja, akkoord, inderdaad. En, en, en wat is hebt... dan de oorzaak? Waarom zijn we er dan wel in beland? De, de oorzaak is, um, is, is veelerlei. En ik denk dat het ook een, een situatie is, één, die compleet nieuw is voor iedereen. En je ziet dat ook in het buitenland men een probleem heeft om die crisis op een goede, adequate, efficiënte manier aan te pakken. He, dus dat is een eerste gegeven. Een tweede gegeven is natuurlijk dat je uh, gedurende een hele periode, en we hebben het er juist gezegd, en je kan natuurlijk achteruit kijken. Ik ben iemand die meer vooruitkijkt. Maar we ja. hebben eigenlijk heel weinig geïnvesteerd in communicatie, in uitleggen waarom die maatregelen belangrijk zijn. In uitleggen hoe dat je dat doet, als bijvoorbeeld een kroostrijk gezin op 40 vierkante meter, hoe dat je dat doet als student op kot. Dus die. Inspanning om telkens die maatregel te gaan vertalen, echt naar een heel, uh, ik zou zeggen, realistisch scenario, is dat hiertoe niet gebeurd, dus moeten we absoluut gaan doen. En dan heb je natuurlijk een situatie waarbij men een aantal, en ik noem dat tegenwoordig, fake news. Hè, we kennen dat allemaal: gaan zeggen: van kijk, het is een gripje, Of de, het aantal infecties neemt toe, omdat men meer begint te meten, omdat men meer begint te testen. Oh, men gaat nu vanaf nu uh, de infectie veel beter kunnen behandelen. Dat is eigenlijk allemaal niet waar. Hè? Dus we moeten daar enorm mee oppassen. Verwijst u naar de uitspraken van een aantal collega experts? Van een aantal collega's, absoluut. Die hebben maar voor verwarring gezorgd. Heb die hebben u... zeker voor verwarring en voor onduidelijkheid naar het grote publiek. En dat vreet ook voor een groot stuk aan het draagvlak. Dus je moet toch wel kunnen zeggen: een wetenschappelijk debat kan perfect dat. Is geen enkel probleem. Maar dan moet je met verifieerbare, controleerbare, valideerbare gegevens afkomen. Ja. Dat is bijvoorbeeld Lieve Annemans, die dat onder meer in jullie krant ook heel duidelijk gepubliceerd heeft. Ja, en, uh, met voor en tegens, maar absoluut. Ik denk dat de wetenschappers een grote wetenschappelijke discussie mogen hebben, maar dat ze wel eensgezind moeten naar buiten komen. Maar laat ons eerlijk zijn, het zal niet zijn van één uitspraak op uh, Canvas dat het virus nu zo opgeflakkerd is. Ik denk dat de regering... Dat de regering weer mis, laat het ons eens zeggen, zoals het is, op vele vlakken heeft gefaald. Slechte communicatie, mondmaskers, uh, testen en tracen. Uh, men heeft ook nagelaten om ons voor te bereiden op die tweede golf. In maart kon je nog zeggen: terra incognita voor iedereen. En het was heel lastig om ja, al improviserend dat virus te verslaan. Men heeft uh, zorgpersoneel en anderen zonder wapens zonder mondmasken, zonder bescherming, soms zonder schorten, in die oorlog gestuurd. Dat is nu iets beter, maar men weet nog altijd niet hoe dat zit met bronopsporing bijvoorbeeld. Die regering Wilmes is er gekomen, die had één, één bestaansreden, namelijk de bestrijding van corona. En ze heeft daarin ja. gefaald. Okay. Het zijn verschillende oorzaken naast elkaar. En elke oorzaak gaat, inderdaad, gaat, gaat daar een deel van de uitleg van zijn. Dat is heel juist. En ik hoop... ...dat we absoluut hieruit leren. Dat we niet naar een derde golf gaan hebben dan zeggen van... ...dit hadden we ook weer kunnen voorkomen. Dus ik hoop dat we op tijd onze signalen gaan kunnen interpreteren. En een van de belangrijke signalen is... ...en het is al gezegd geweest ook in de media... ...het is een beetje de, de kanarievogel in, in, in de mijnen... ...dat zijn onze huisartsen. Die zien perfect wat er gebeurt. En al van in juli, augustus zeggen die van... ...jongens, dit wordt hier erg. Die hebben amper rust gehad. En je ziet telkens die druk op de huisartsen toenemen... En er gebeurt ja. eigenlijk te weinig okay. door de ik... vorige regering, heel juist. Die, dat signaal moeten even... wij nu veel sneller Oké, okay. Maar ik wil even terug naar hoe zijn we hier beland? Is de communicatie van de vorige regering iets waar de huidige regering goed naar gekeken heeft om te zeggen van dat gaan we vooral niet op die manier doen? Oh, nee, ik, euh, ik wil hier niet het proces maken van de vorige, vorige regering. Er zijn een aantal uh, analyses Nogthans die andere, daarvan... Andere mensen zeggen wel, die communicatie is essentieel geweest. Die heeft voor de verwarring gezorgd. Dat proces moet je toch wel maken als een Ik denk goed beleidsman? We moeten lessen leren uit het verleden. En we moeten vooral proberen de dingen goed te doen nu. En rechtvaardig te doen. En ervoor te zorgen dat we het beter gaan doen. Ik denk dat dat vooral is wat we geleerd hebben uit de afgelopen maanden. En uiteraard uh, zijn er een aantal analyses te maken. En zijn er vast en zeker, zeker dingen die we, die we beter kunnen doen. Um, de idee vandaag is dat we moeten gaan op basis van die barometer, waar ook al veel over gezegd is, naar het in kaart brengen van de niveaus van, van het, de aanwezigheid van het virus. En op basis van die niveaus moeten we bepalen welke gedragingen, welke maatregelen toegelaten zijn en welke kunnen. En laat ons dan hopen dat als we die dingen aan elkaar kunnen koppelen, enerzijds de vaststelling van waar besmettingen zich voordoen, hoe dat het virus zich verder verspreidt, de bronopsporingen, en anderzijds de maatregelen die horen bij een bepaald niveau van waakzaamheid van verspreiding van het virus, dat we dan in de komende weken maanden naar een situatie waar, kunnen gaan waarin dat we kunnen en moeten leven met het virus. Dat we ergens een, 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 een balans vinden tussen wat we moeten respecteren, want het zal nog altijd niet zijn zoals we het leven kenden voor eh, begin maart. Maar anderzijds toch wel maatregelen die ook op lange termijn door mensen na te leven zijn. Want niemand wil dat mensen vereenzamen, niemand wil dat mensen geïsoleerd geraken. niemand wil dat iemand zijn job kwijtraakt omdat een ja. bedrijf moet sluiten omwille van een faillissement door corona. Dat wil niemand. Maar nu zitten we nu eenmaal helaas in die nieuwe piek. M maar mag ik dan toch opmerken dat die barometer, ondanks het feit dat hij al verschillende weken en verschillende keren beloofd is, ook van vandaag niet klaar was en voorgesteld is. die uh, Pedro Facon heeft uh, veel werk geleverd de afgelopen dagen. Ja, Dat is een maar barometer die barometer zeiden experts was al in april ongeveer klaar. In de fase waarin ze nu nog altijd klaar is, namelijk niet toepasbaar. Ja, ik, ik durf dat zo niet te zeggen, want ik was natuurlijk niet aan tafel uh, in april. Maar ik begrijp wel dat er heel veel werk geleverd is de afgelopen uh, dagen, weken in overleg met de virologen, maar niet alleen virologen, maar ook alle andere experten die in uh, Cileval in andere adviesorganen zitten. Uh, dus er is wel heel veel werk geleverd en die barometer ligt er. Um, is dat de ideale wereld? Is dat 100 procent perfectie? Wellicht niet. Hè? En dat, dat is ook iets wat we moeten uh, aanvaarden. Maar het is een goed instrument om ons hopelijk voor de komende weken, maanden. Te doen navigeren met het okay. leven, met het virus. En wanneer komt het er dan? Wel, ze is er, de barometer. En is ze volledig klaar? Alle protocollen met alle sectoren zijn klaar? Nee, alle protocollen zijn niet klaar. Dat zal u ook gehoord hebben uit de persconferentie en de maatregelen die aangekondigd zijn. Er gaan de komende dagen nog dingen afgesproken moeten worden om ervoor te zorgen dat dat wat we nog toelaten en waar we mensen de mogelijkheid laten om met elkaar in ontmoeting te gaan en elkaar te zien, dat we protocollen afspreken die de balans vinden tussen het wenselijke en het haalbare. En dat is wat we gaan proberen. Nog even teruggaan naar de oorzaken. Hebben we vroeg de teugels gelost um, bij die eerste golf. Onder meer omdat heel de economie erom smeekte om terug te be beginnen functioneren. Ja, natuurlijk. daar ben ik niet zo zeker van. Want als je kijkt in die eerste periode, als bijvoorbeeld de horeca terug openging, uh, dat, dat, dat bleef vrij goed onder controle. Um, ik denk echt dat het grote probleem is dat uh, mensen op den duur... Uh, zo verward waren dat er geen draagvlak meer is om die maatregelen na te leven. En vooral in familiale kring en in vriendenkring. En, en er werd ja, uh, veel te weinig nog nageleefd door een veel te klein deel van de bevolking. Dus ik denk dat dat echt het grote probleem is. Ik denk dat het moment dat de cijfers beter werden, met die 80, 85 infecties per dag, viel dat toevallig samen met het begin van de zomer. Dan is het moment dat je inderdaad zegt van, oh jongens, alles gaat precies goed. We kunnen een beetje gaan, gaan op een heel andere manier met elkaar omgaan. Je hebt dan veel meer barbecues, je begint de familie terug te zien. Ja, dat loopt allemaal samen tijdens die zomer, dat was de juli maand. En dan zie je inderdaad dat die cijfers eigenlijk heel snel terug toenemen. Maar dan was het van, oh ja, maar dat zijn infecties die bij de jeugd circuleert. dat is niet zo erg. En dat zijn zaken waar we enorm mee moeten oppassen. En dat is niet zozeer een kritiek, maar je stelt vast, in alle landen hebben we daar eigenlijk wel moeite mee gehad. Er zijn maar een paar landen ter wereld die dat bijzonder goed kunnen managen. Dat zijn heel vaak landen die... SARS hebben meegemaakt en perfect weten van hoe moeten wij een infectieziekte aanpakken. Dit konden wij niet weten. We hadden daar geen ervaring mee. Niet alleen SARS, ook Duitsland heeft het goed aangepakt. Hè? Duitsland pakt het ook goed aan, op een ja. zeer snelle manier, met korte maatregelen heel vroeg. In een epidemie, en dan gaat dat ook veel meer effect hebben dan als je drie, drie vier weken en heel later neemt. Ook. Zeer, ja, ze geven eigenlijk ook een verantwoordelijkheid aan de lender. Okay. Dat is ook een voordeel. Maar ik denk dat we nu, en dat is hetgeen dat ik ook hoor, we moeten nu hier enorm veel uit leren. En dat is heel belangrijk. Dat we nu zeggen: van, kijk jongens, we weten hoe dat loopt. We weten wat de maatregelen kunnen doen. We weten dat we het samen aan kunnen, maar we willen dat geen derde keer terug gaan meemaken. Dus die barometer geeft ons een is, is niet heiligmakend. Dat geeft eigenlijk een stukje kader. Uh, waar dat je automatisch kan schakelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je niet telkens terug een discussie hebt van gaan we schakelen bij zoveel infecties, gaan we schakelen bij zoveel okay. hospitalisaties. Dat ligt nu vast en dat gaan we dan automatisch doen. Maar daarnaast moet je natuurlijk nog een resem communicatieplannen hebben, moet je nog een race andere zaken hebben. Dus het is echt een okay. investering op heel veel vlakken. Maar ik probeer toch eens terug te kijken naar de oorzaken. Ja, mensen... In Frankrijk is het heel simpel. In Frankrijk worden op dit moment, zijn er huiszoekingen geweest, bij een aantal ministers, bij een aantal hoge ambten, omwille van het beleid dat ze gevoerd hebben bij de eerste lockdown. Bijvoorbeeld te laat met mondmaskers ge uh, gekomen. Geen consistent beleid. Ja, wat zegt u dan? Ja, dat is Frankrijk. Hè. Dat hebben we ook gezien een aantal jaren geleden rond het heel hepatitis C-schandaal. is net op dezelfde manier gebeurd. Het is heel moeilijk om aan te geven van uh, wiens verantwoordelijkheid het is en hoeveel materiaal hadden we nodig en hadden we dat materiaal gehad, hoeveel infecties hadden we kunnen voorkomen. Eén ding is zeker, we hadden te weinig materiaal op het kritieke moment, zeker bij de start van de infectie, dat is heel duidelijk. Maar om dan telkens te gaan wijzen van wie is nu verantwoordelijk, het is een regering die verantwoordelijk is voor een groot deel en we gaan nu met een regering die die verantwoordelijkheid op een andere manier gaat invullen. En waar dat we heel veel gaan leren uit het verleden, dat ja. is wel belangrijk. Moeten we die verantwoordelijkheden, zoals in Frankrijk, daar blijkbaar wel gebeurt, moeten we dat hier ook doen? Ik denk dat we best toch eens een onderzoek voeren naar wie wat misgedaan heeft. En dat Magie de Blok blij mag zijn dat ze niet in Frankrijk woont. En een onderzoek: dan zit je in parlementen, parlementaire onderzoekscommissies. Of ga je dan zelfs naar justitie? Ja, zover durf ik niet te gaan en het zal ook geen uh, doden meer terugbrengen. Maar uh, bepaalde, verantwoordelijkheden, bepaalde mensen mogen toch op hun verantwoordelijkheden gewezen worden. Als je de PANO-uitzending gezien hebt over de mondmaskers bijvoorbeeld. Ja, daar zaten toch wel hele grote gaten in het beleid uh, waar je je als burger toch echt wel reuze grote vragen kan bijstellen. Ja, wat zegt de minister van Binnenlandse Zaken dan? Um, ik denk dat we, zoals ik daar straks zei, dat we mo moeten lessen leren en dat uh, de mensen dat ook vragen van ons. Hein? Mensen, bedrijven, uh, hoor ik dat die vandaag uh, hun zaken ja. moeten veranderen. Maar sluiten. lessen leren is in. Het gaat hier het zal... over wat in Frankrijk maar, wijst men naar verantwoordelijkheden en naar verantwoordelijken. Dat is ook een manier wel, om lessen te leren. Ik denk dat die, die onderzoeken, die analyses over wat er gebeurd is, dat die gemaakt moeten worden. Ik, ik deel die mening, um, om lessen te kunnen trekken, met, met moet justici, je kijken naar... Met um, parlementaire onderzoekscommissies. Ik, 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 Bent u zo streng? Wel, ik, ik denk dat, uh, dat het onderzoek ter gevoerd moet worden en dat daar geen taboes uh, voor, voor kunnen gelden. Aan de andere kant denk ik niet dat uh, nu vandaag uh, gerechtelijke onderzoeken, huiszoekingen, dat soort dingen meer ons helpen in het uh, beheersen van de crisis. Uh, ik denk dat we ons die illusie niet moeten aanmeten dat als dat soort dingen gebeuren, dat mensen zich vandaag beter gaan voelen bij een sluiting van de horeca. Ik denk dat we dat niet moeten hebben. En we moeten ervoor opletten dat het debat niet verengt tot wie heeft wat verkeerd gedaan op welk moment, wie heeft welke e-mail gestuurd, wie heeft welke documenten achtergehouden. Dat moet gebeuren, maar laat ons dat in sereniteit doen op een moment dat uh, daartoe gepast is. En ja, opnieuw, ik vind dat dat moet kunnen, dat daar uh, geen taboes voor, voor gelden. Maar uh, laat ons nu vooral doen... Um, wat er moet gebeuren en, uh, en het virus beheersen en ervoor zorgen dat, uh, dat we zoveel mogelijk kunnen behouden van onze sociale contacten, van onze ontmoetingen. Dat is cruciaal Oké, okay. maar als de crisis achter de rug is, dan zegt u wel onderzoeken. Uh, er zal zeker geanalyseerd moet, moeten worden um, hoe dingen verlopen zijn in het, uh, in het verleden. Ja, tijdens deze legislatuur? Want u zegt analyseren, u vermijdt het woord onderzoeken, um, maar het is natuurlijk wel belangrijk. Pleit u ervoor dat die verantwoordelijkheden echt worden vastgelegd en dus ook de verantwoordelijken tijdens deze legislatuur worden vastgelegd? Ik, ik ben minister van Binnenlandse Zaken en dat is al een hele uitdaging met heel veel verschillende taken en verantwoordelijkheden. Dus ik ga mij niet uitspreken over uh, dingen die de verantwoordelijkheid zijn van andere instanties, uh, die ook door de scheiding der machten geregeld zijn. Dus uh, ik, uh, ik pleit absoluut voor een analyse. Je kan alleen maar beter worden als je wil leren uit het verleden. En uh, dat is de lijn die ik zou willen aanhouden. Okay, ik denk dus dat, dat we vooral missen en, en, en ons moeten afvragen van hoe komt het dat heel wat landen niet voorbereid zijn op dit soort van zaken? Want dit is al aangekondigd geweest door een aantal experten in de wereld in 2015, in 2011, van dit kan gebeuren. En dan moeten we ons vooral afvragen van, je hebt natuurlijk de verantwoordelijken, maar je hebt ook het systeem van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in het vervolg hier wel op voorbereid zijn? Ja. Wat is onze preparednessplan? En als we dat meenemen uit dit verhaal, dan is dit verhaal niet voor niets geweest. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag en daarmee is een politieke week weer netjes neergelegd. Ik dank mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij, Annelies Verlinde, Pierre van Damme en Isabel Albers. En u, dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was en tot volgende week.